Er is steeds meer vraag naar lokaal en vers voedsel. En dat merken vooral de boerderijwinkels in de regio. Zoals de eieren bijvoorbeeld, die zijn echt dagvers. En die zijn van vanmorgen, soms zijn ze zelfs nog warm. En als je dan naar de supermarkt kijkt, dan zijn ze minimaal 2 weken oud. En verder in het nieuws vandaag. In Malden gaan kinderen al 50 jaar naar een Jena-plantschool. En herinneringen aan het Dominicus College, gepresenteerd in expositie. De populariteit van boerderijwinkels neemt flink toe. En steeds meer consumenten weten hun weg te vinden naar deze verse lokale producten. Volgens Sven Wichelo, mede-eigenaar van boerderijwinkel Appeltje Eitje in Nijmegen, komt dit door de groeiende vraag naar vers en lokaal voedsel. Zoals de eieren bijvoorbeeld, die zijn echt dagvers. Nou, je ziet, die zijn net gevuld en die worden nu alweer gekocht. En die zijn van vanmorgen, soms zijn ze zelfs nog warm als ze hier in de winkel komen. En als je dan naar de supermarkt kijkt, dan zijn ze minimaal 2 weken oud. Dat is eigenlijk wel het meest concrete voorbeeld. Maar ondanks dat de klant voor verse producten wil gaan, is gemak ook van belang. Als je een bepaalde volume hebt aan producten, dan vinden mensen dat prima om een stukje voor om te lopen. Of even met de winkelkarretje even een stukje om te gaan. En ook voor deze klant is het niet de eerste keer dat ze een boerderijwinkel bezoekt. Het spreekt mij gewoon echt wel heel erg aan dat het gewoon hier uit de regio komt. Dat je dat niet zo ver heeft hoeven reizen inderdaad. En dat het gewoon hier van de grond komt. Dat lijkt mij gewoon beter. Voor de lokale economie is het volgens mij veel beter. Ja, voor het product is het eigenlijk ook beter. Het moment dat veel klanten de boerderijwinkels pas echt zijn gaan ontdekken, was tijdens de coronapandemie. Bepaalde plekken waarbij je niet beboodschappend publiek zat, dus eigenlijk winkelgedeeltes die helemaal dicht gingen, daar ging het echt gewoon zo ronduit slecht. En op de plekken waar je wel dicht bij boodschappend publiek zat, daar zag je echt een enorme toename. Mensen dachten van ja, daar kunnen we covidvrij kopen en zijn eigenlijk ook blijven hangen na die periode. En verder zie je gestaag wel een groei van 10-20%, afhankelijk van per winkel eigenlijk waar we zitten. En het succes zit hem dan ook in de korte route van boer naar bord. Mogelijk is direct vanaf ons, vanaf de boer en meerdere collega boeren direct naar de consument. En wij doen dat dan middels deze automatenwinkel. Beuningen hield vorig jaar maar liefst 6,5 miljoen euro over aan de opvang van Oekraïners. Het college wil het geld, samen met de 3,2 miljoen van 2022, volledig reserveren voor vluchtelingen. Op het terrein verblijven doorgaans tussen de 220 en 240 vluchtelingen. En per overnachting krijgt Beuningen per persoon een vergoeding van het Rijk. In 2027 zal de opvang op het Astonk-terrein stoppen. En de gemeente wil het geld gebruiken om deze mensen na die periode duurzaam en permanent te kunnen huisvesten, mocht het dan nog nodig zijn. Vanaf 8 juli dragen alle BOA's van de gemeente Overbetuwe een zogenoemde bodycam. De inzet van een bodycam sluit aan bij het beleid van de gemeente dat handhaving geen doel op zich is, maar een middel om de leefbaarheid en de veiligheid te verbeteren. Ervaring met de bodycams in andere gemeenten leert dat ze deescalerend en zelfs preventief kunnen werken. De beelden kunnen gebruikt worden in een klachtenprocedure of inzageverzoek. Ook de politie kan in sommige gevallen gebruik maken van de beelden voor opsporingsdoeleinden of als bewijsmateriaal in een strafzaak. Dit jaar bestaat het Jena-plan onderwijs 100 jaar. Ook hier in de regio wordt een jubileum gevierd. In Malden gaan kinderen al 50 jaar naar Jena-plan scholen. En dat is best bijzonder voor een kleine gemeente. Op basisschool De Vuurvogel laten ze zien wat Jena-plan onderwijs zo speciaal maakt. 100 jaar geleden ontstond het Jena-plan onderwijs en inmiddels is het ook al 50 jaar een begrip in Malden. In de jaren 60 tot 80 werd er veel gebouwd in de gemeente Heumen en er kwamen veel jonge gezinnen wonen. Vandaag de dag is het Jena-plan onderwijs nog steeds populair. 2 van de 4 basisscholen in Malden zijn een Jena-plan school. De beide Jena-plan scholen groeien en bloeien in deze tijd weer. Dus dat is heel mooi om te zien. Ja. Het Jena-plan onderwijs staat bekend om het samenvoegen van verschillende leeftijden in één klas. Dus op deze school zie je ook kinderen samen zitten in wat wij een stamgroep noemen, met verschillende leeftijden door elkaar. En het idee daarachter is, en zo werkt het ook, het idee is dat kinderen op die manier meer met en van elkaar kunnen leren.
En dat er ook een sociale structuur ontstaat waarbinnen ze zich fijner voelen en beter kunnen leren. Het Jena-plan is eigenlijk een soort samenleving in het klein. Je komt hier binnen, de school ademt meteen sfeer uit. Het is eigenlijk een soort samenleven, samenwerken. En dat doen we met z'n allen, dat doen we met het team, dat doen we met de kinderen. En ook ouders spelen daar een hele belangrijke rol in. We voeden samen de kinderen op. In het Jena-plan onderwijs is het belangrijk dat kinderen weten waarom ze leren. Op school wordt er daarom veel gebruik gemaakt van wereldoriëntatie. Iets wat je ook steeds vaker ziet op traditionele scholen. Dat is hier tot bloei gekomen, ontwikkeld. En dat betekent eigenlijk heel simpel gezegd dat als je gaat rekenen, dat het leuker is om te rekenen als je bijvoorbeeld een winkeltje hebt en weet wat je met het geld wilt gaan doen, dan wanneer je puur gaat rekenen. En zo geldt dat ook voor spelling en voor taal en voor schrijven en al die schoolse vakken die we nu nog steeds kennen. Kinderen leren door het spel, leren ze eigenlijk de begrippen, gaan ze de wereld naspelen en daardoor krijgen ze ook grip op de wereld. Spelenderwijs en vooral samen leren. Leerlingen van Jena-planscholen zijn vaak heel goed in samenwerken. Ik denk dat kinderen ook echt wel oog hebben voor elkaar, dus voor verschillen, want die verschillen zijn er in de groep als je met 3 leeftijden bij elkaar zit. Dus ja, allemaal heel belangrijke dingen waar je later in je leven heel veel profijt van hebt. In het huis van de Nijmeegse geschiedenis is 2 maanden lang een expositie te zien over 1,5 eeuw Dominicus College. Dit jaar sluit dit speciaal onderwijs in Nijmegen na 168 jaar haar deuren. De laatste leerlingen en docenten namen vorige week al afscheid van de school. De expositie is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het Dominicus en de Dominicus wil komen uitzwaaien. Vrijdagmiddag werd de expositie geopend. Er is bijna een jaar aan gewerkt door leerlingen en personeel van de school. Het resultaat bestaat uit 3 delen. De historische lijn van het Dominicus College en 2 kunstlijnen met enerzijds werk van leerlingen en anderzijds een docent die foto's heeft gemaakt van de ontmanteling van de school. Natuurlijk vertelt de historische lijn het meest over de ruim 1,5 eeuw waarin de school heeft bestaan. Hoe de school is geweest en is geworden wat hij op het eind was. Dus een tijdlijn door de 168 jaar heen. Filmbeelden hebben we daar ook van deze eeuw natuurlijk, niet van daarvoor. En echt kunst voor leerlingen. Je moet het echt gaan zien, want je kunt dat kan je heel moeilijk uitleggen. Dus ik denk dat mensen die in Nijmegen geboren en getogen zijn, hier beslist even moeten gaan kijken. Om eens even op te snuiven hoe het was in die school. En daar krijg je echt wel een heel mooi beeld van. Burgemeester Bruls heeft alvast een rondje door de tentoonstelling gemaakt en is er erg over te spreken. Ik las heel veel over de geschiedenis ontstaan, maar ik vond ook vooral heel mooi hoe aan de hand van bijvoorbeeld een maquette duidelijk is gemaakt, hoe op de plek waar jij nu het stadhuis, het oude het stadskantoor, dus niet het oude stadhuis, maar het stadskantoor staat, hoe daar de Dominicanenkerk stond, waar die school aan verbonden was. Dus het laat ook heel erg goed zien, niet iets over hoe de school nu is, maar juist over wat geweest is. En dat toonde ook wel aan de verbondenheid. Komend vanuit het centrum van de stad en dan verhuisd naar Neerbos, dat is heel erg goed in kaart gebracht. Ondanks de lange geschiedenis is de school altijd goed met zijn tijd meegegaan, vindt ook de burgemeester. Als ze maar zeggen van het bestaat 168 jaar, ik moet dan altijd even nadenken. Ik denk van hé, maar dat is ook een hele moderne, hedendaagse school. En dat is eigenlijk wel een compliment voor de school, hoe ze met behoud van de traditie en de uitgangspunten, hè, om leerlingen iets mee te geven voor de rest van hun leven, toch ook zijn meegaan met de tijd. Van den Nieuwenhuizen is slechts 1 jaar rector van de school geweest, maar toch kijkt ze met trots terug op deze periode. Wat het voor mij betekend heeft, was voor mij persoonlijk dat ik het een hele eervolle opdracht vond om samen met de mensen in de school er een heel mooi einde aan te breien. Een hele mooie strik omheen te doen. Dat vond ik, dat heeft het mij gebracht. Hoe doe je dat? Hoe krijg je dat voor elkaar? En ik denk dat we dat met elkaar, dat zeg ik met nadruk, heel goed hebben gedaan. We hebben een expositie, maar we hebben ook heel veel andere dingen gedaan gedurende het jaar. We gaan over 2 weken samen de sleutel omdraaien voor de laatste keer. Ja, dat zijn allemaal hele mooie momenten. Voor mensen zijn hele belangrijke momenten. En ik ben heel trots dat we dat goed met elkaar hebben kunnen doen. De expositie 1,5 eeuw Dominicus College is tot en met 18 augustus gratis te bezoeken in de Marienburgkapel. En dan nog het weer. Het is even zomer in Nederland. Eventjes, want eind van deze week is het alweer voorbij. Maar voor nu kunnen we dus nog even flink genieten.
Vandaag was het al heerlijk warm, bij maxima van 29 graden. En morgen doen we daar nog een tikje bij, met lokaal de tropische 30 graden. Ook 's nachts koelt het niet veel af. Tegen de ochtend zal het nog steeds zo'n 15 tot 17 graden zijn. En dan zit het dicht tegen een zogenoemde plaknacht aan. Ook donderdag wordt het nog warm, maar vanaf vrijdag leveren we helaas weer in op temperatuur. In de nacht naar vrijdag kan er wat regen vallen, hoewel het vrijdag overdag wel droog zal zijn. Al is dat dan bij zo'n 22 graden. En tot zover het RN7 Regio Nieuws van dinsdag 25 juni. Kijk voor het laatste nieuws uit de streek op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. Morgen zijn we er weer. En dan onder meer aandacht voor de hond Clipper uit Beneden-Leeuwen. Hij voorkomt namelijk veel overlast in zijn omgeving. Nou, hoe dat zit, dat zie je morgen. Tot dan!